lange tijd geleden. Maar hopelijk gaat het wel weer een beetje goed komen dat het weer meer lukt. Ik heb niet echt goed veel opgenomen, want ja, ik had er niet veel zin in. En niet veel, ja, ik had wel tijd, maar nooit aan gedacht. Maar vandaag spelen we Fortnite. Het is een gratis spel, wat je online kan spelen. Je hebt een gratis deel en je hebt een gekocht deel. Het kochte deel, dat is dit, dat wordt in 2018 ook gratis. En ik dacht, nou, laten we dit eens spelen. En we zullen zien hoe het afloopt. Ik dacht, dan ga ik eerst maar een beetje beginnen met het gebouw gebeuren. En dan later online. Those stairs are really meant for feet. Just a tip for moving forward. Security system failure. Ignore that. So, introductions. I'm Ray, and we're the commander's support crew. Or at least we would be, if we had a commander. And if this drill is any indication, we won't last a second in the storm on our own. Say that again? Not a drill? Well, that certainly explains the monsters. Ze proberen er ook gewoon grappen in te doen. The storm from happening, so on to plan B. Handig, geen plan B. You guys got anything? Anything? Come on. Distress call. Incoming. Oh, I think you just found our plan B. Ramirez here. I'm requesting backup. Read you loud and clear. We have survivors in danger. The storm's closing in. Please hold. Do not put me on hold. Let's cut to the chase. Wow. Have you ever considered fighting the forces of evil? De grappen zijn wel leuk in deze game, dat vind ik wel leuk gedaan. En ik heb dit spel al best wel lang gespeeld, heb al een paar wins. Het is een soort van PUBG-achtig iets, of H1Z1. Flip the switch. Whenever you're ready, Commander. En dan kijken hoe het gaat. Okay, Commander. Ramirez is counting on you to get those survivors to safety. Hello, Ray. If you can hear me, now would be a great time to hurry up. Copy that. Weapons and building systems coming online. Now. Yeah, back in action. We got a pack of hubs set ahead. What's our firepower situation? See for yourself. Oh, handig. Lead the way, Commander. Heel lekkere zombies. Heus, Swarm in the Storm. Nou, ik zit er vast wel. Oké. We moeten gelijk spelen. Ik heb dit spel al best wel een tijdje gespeeld. Dus ik weet een beetje hoe het gaat. Commander. Kijken naar mijn settings, kijken of dat wat beter kan. Oké, dit gaat vast wel beter. En in deze game kan je eigenlijk alles kapot maken op de map eigenlijk. En dan kan je resources verzamelen. En met die resources kan je weer gebouwen maken. En zo. Dus deze game is wel heel goed bedacht. En goed uitgevoerd. En ik hoop dat jullie dit spel wel leuk vinden. Want je kan het me laten weten. Nu gewoon wat materialen verzamelen voor later, want die hebben we later vast en zeker nodig. Daar draait eigenlijk een beetje het hele spel om. Whenever something is blocking your path, try destroying it. Ja, use your pickaxe to take care of the minecart.
En nu begin ik gewoon hiermee. En de volgende keer kan ik gewoon al wat online spelen. Dat is denk ik misschien wel wat genoeg. We hebben vast en zeker sowieso later krijgen we misschien wel wat materialen of zo. Deze ruimte maar gewoon even vrijmaken, zodat we in ieder geval veel resources hebben. Voor het geval dat. En ik hoop nu wel, ik zal kijken of ik misschien wat vaker nu weer kan uploaden. Het is best al een tijd geleden. En ik had er zelf nog niet zoveel zin in, maar... op school zijn we gaan weer uploaden en ook van andere mensen, ze dachten ja fuck it, waarom niet. We krijgen mineral powder en zullen we vast ook wat nodig hebben. Maar als je de game zelf wil downloaden, dan zal ik wel. Het is een gratis game. Ik zal de link wel in de beschrijving zetten. Voor als je deze game zelf wilt spelen. En dit is wel genoeg resources. Wow! Has it always been this bad, Ramirez? Nah, sometimes it's worse. Oh wow. We'll need to build our het way leuke aan the deze game is dat ze de grappen erin doen en gewoon wat wel wat goede dingen doen. Excellent building. Just you're gonna need a bigger gun. A much bigger gun. We can help with that. We need some crafting materials. Oh, you can't try smashing up some cars and trees. Ik dacht wel dat we dingen zouden kunnen. Trees are good sources of wood for building and twine for crafting. Good choice. Cars are a trusty source of metal, nuts and bolts and mechanical parts. Oké, dus dan weten we dat ook. Dat we gewoon die dingen kunnen kapot maken. Ammo in een hooibaal. Open the inventory, click on the gun icon, select it, and craft. Okay. Ramirez, come in! We got company! I've marked the location of the fort on your map. Let's go protect those survivors. Okay, let's die. Zwaarde actie.
lost you out there. You're not that monkey. What's your status? We can't find a way out of here. Vindt zichzelf niet zo alvaar. Don't worry, hermano. We're working on it. No need to worry. We've got your back. Let's place some traps. To keep husks from getting inside, place traps in front of the door. Those traps should buy us some time. Let's see how those survivors are holding up. Ramirez! Hang tight. We're gonna take care of it. Ik ben gewoon iemand die alles kapot zit te slaan. Rocket launcher. Okay, dat is handig. Wat is dit nou dan? Een revolver. Laten we de rocket launcher doen. Ramirez? I'm getting some seriously weird readings here. What's on the other side of that wall? Oh. No clue. Secret. We couldn't find a way in. Oh. Toch niet? Wat? Moet je dit per se doen? Nice work. Maar dit is toch onlogisch? Zit hier... Wow. Raar. Was this here the whole Zo, time? Dat is een Is this a missile? Een or raket? Some sort of rocket? Some sort of rocket. Actually, wait! It's the best sort of rocket! Commander, there's a satellite on board. Oh, If we have a satellite, we can guide Ramirez and the survivors back to our home base. Then let's launch this thing. Someone converted this rocket to run on blue glow. Oh. Okay, then, let's find some blue glow. Explore the rooms near the rocket. There should be some blue glow close by. Oh, hier is het ook nog wat. En hierachter. That's enough. Add the blue glow to the rocket. Kijken of het werkt. Ja, wat is hier? Great. Nog meer. Now get outside before you're engulfed in flaming rocket exhaust. Oh, dit gaat launchen. We need to keep that rocket safe until launch. Another wave's coming. I need some backup. Don't take any chances, Lenny. I'm on my way. Wat? We hebben een limited rocket. Get out of there. I think I can hold it. Pakken we de rocket launch er alvast bij. Wat is dat? Fall back! Fall back! Zo. Oh man! Die gast is. We've got more incoming. You need to protect the survivors. Oh! Oh, oké. Dus dat is de mobility. Oh, oké, handig. Oh, dat balkje daarnaast, dat is de durability.
bottom of the pool, man. Got it. Airstrike is coming online. 10 seconds. That's what I like to hear. Airstrike. Call in that airstrike when you're ready, Commander. Who's that? Damn, Commander. Yo, yo. Zit hier gewoon people. Wat is dat? Ben jij? Wat je ook bent, ben dood. Maar dan moet je dus dingen repairen of zo. Dat kan dan niet. 10 seconds to blast off. Hey, we hebben het gedaan. Nice. Oh, hier. Ja, dat is jammer. Stand by to move, Ramirez. As soon as that satellite data is ready, we're bringing you in. Dus dan moet ik hun naartoe leiden of zo. Volgens mij hebben we het gecomplete, ja. Great job out there. Thanks to that launch, okay. We can now connect to our very own satellite. Let's take a look. I'm sure it's not that bad. Nee, man. Oh, wow. Oh, that yo. Is, oh, that is terrible. I stand corrected. Wow. Okay, oh, great, they're in space too. Let's deal with that later. Hoe moet je in vrede dan dat allemaal what krijgen? What do you call this place? Oh, nou. Laten we het... Cayman... Laten we het de game met Jan Base noemen. Nou, is er een goede banner? Ja, ja, dan doen we dat. En dan doen we het zo. Dat is al een goede banner. Voor de explosieven. Oh, loot. Spikes en een pistol. Oké. Een map. Oh, en dan... Oké. Gewoon in ons eentje. Dat lukt wel. Maar je kan ook gewoon... Het mooie aan deze game is dat je ook gewoon alles kan bouwen. Je kan alles editen, je kan muren, je kan alles maken. I can't believe it! People are still alive out there! And we can save them! This could be our thing! Where do we start? Oh, oude vrienden zeker? Oh, I get it. I have people I'm looking for too. Look, so what if there are storms and monsters? Ja, if we all pull together, we can bring all of them home. What do you say? They're closing in too fast! We're not gonna make it to the door! That's our cue, Commander. Prepare the storm shield. Storm shield. You'll be fine. Out you go. Stay behind me. Oh, pick up the pace, Pop. Nah, take your time. It's only a horde of monsters. Yeah,
plaats van dat ze dat gelijk doen. Good timing. Thanks for guiding us home, Commander. Nou, geen probleem, joh. Doe ik elke dag wel. Welcome home, everyone. You are now protected by a temporary storm shield. But I think I know how to turn this little home base into something incredible. If we can upgrade and protect it, this storm shield could keep you and everyone you rescue safe from the storm. And that's where you and your construction chops come into play. You are a talented builder, like Frank Lloyd Wright or Bob. Cool. So let's get started. Go activate the storm shield. So, the goal is to protect the storm shield from any attackers. Here's what you can build. Here. So, yo. But we don't have the resources to build that quite yet. No. And here's what we do have the time and resources to build. No. Dus geef me gewoon een shitty ding. Let's get started with the basics. Can't build without resources. Let me send some for you. Okay. Ja, hier krijgen allemaal resources. Let's build some defenses around the storm shield. Let's start with walls. You have wood, stone and metal. Wat een gewoon, maar metal is het sterkste. Dus dan doen we wel gewoon metal. Now add a door. Next, you'll want to build some floors and ceilings. Floor. Die doen we wel gewoon van hout. En de ceiling ook van hout. Nicely done. Looks like we could use some traps. Place a floor, ceiling, and wall trap. Okay. To construct. Okay. Low walls are great for slowing down the enemy, and they don't get in the way of your bullets. Just on. To make a low wall, enter edit mode. Remove the top two rows. Out. So. Well done! You definitely have construction skills. Let's place a few more traps on structures you've built. Put them anywhere you like, but remember, this first attack will come from the south. Oké, hier hebben we er vier van. Nou, dan doen we er wel eentje. Hier. Hier. Ja. Confession time. I broke the airstrike. Hoe krijg je dat voor elkaar? Let's not dwell on who crashed what into a mountain, alright? So for now, we'll stick with grenades. Here's a target for you. Try throwing a grenade at the target. Grenade! Nicely done! Looks like we're ready to defend. If your walls take damage during the fight, you can repair them as long as you have enough of the matching material. You may want to craft some more ammo, but after that, you're all set. Kunnen we hieruit? Yeah. When you're ready to start the fight, select Expand Shield from the Storm Shield console. Pistool maken, maar wat is dit dan? Een zwaard wel daar. En dan een expert. Here we go! Shield power increasing. As expected, the shields have gone a little flaky. Let's see if the storm notices. Wacht. I
Bouwen. You've got this, Commander. Defend your storm shield. Throwbones. Wow, Witcher. Breekt gewoon. Nou, dan zetten we anders al hierboven. En dan gaan we hierboven staan. Eyes on target! Uninvited guests. Go 86 them! Even kijken in de chests en zo. En dan is het einde. Nou, een lama. Nou, en hier XP. Oké, quest complete. Nou, een shotgun en V-Bucks. It's a dangerous world out there, Commander. Luckily, the Vendor Tech Store has you covered. Loot. Visit the loot tab to claim your complimentary mini llama. Hi! While you're there, use the V-Bucks in your account to purchase your very own upgrade llama. Run away and loot day. Those llamas! Spikes. Oh, okay, dus dan. Nou, dan moeten we er dan weer over. Hey, an axe!
Are we? Oh, yeah. Ooh, right. Just a little to the left. Yeah. Take it on home. Oh, we kregen netjes snoepjes. Wat is dit nou? Fortnite's event. Oké, nog. We hebben survivors. Oké, nog. Zo'n melee. Oh, en dan kan je die dingen kopen. Oh, oké. Nou, we hebben hier een trap. Hiya, Commander. Doei. Poof! I exploded. Oké, we krijgen gewoon allemaal mijnen ervoor. Dan naar de skills. Enjoy your loot! Okay. Don't forget to claim your mini-llamas and spend the V-Bucks you've earned by completing missions. Oké, nog een gast. En wat krijgen we hieruit? Oh, rewards. Oh, nieuwe banners. Ook handig. Hey! Deluxe Bring it in! Edition. Look, don't tell anyone else about this. But since you got in on the ground floor the of this whole saving the world thing, we got XP you a little boats, something special. Team XP. Check it out! Items. Oké. En nu krijgen we allemaal deze gastjes. Zo. En we krijgen nog guns. Sniper. Nog een melee. Oh, een paarse pistool. En nog wat banners. En nog zodat we die dingen kunnen bouwen. Dus we krijgen ze al en dan kunnen we ze ook bouwen. A skill tree upgrade is now available. You can spend skill points to unlock and upgrade your abilities. Right now, you have enough skill points to unlock a new hero class. Purchase the Constructor Leadership Node. Oh, dan krijgen we allemaal resources. Nice work. Get out there and build something amazing. And don't forget to keep an eye on your skill points. The skill tree is your best bet for boosting the power of your home base and earning new powerful gadgets. Oké, we kunnen nog llama's kopen, maar dat kunnen we de volgende keer doen. The shield is up. The survivors are safe. Ramirez is ready for action. Not a bad start. Locke, let's see that status report. Okay. Good reporting. One small note. Let's maybe try not to cry in the war room. Even if the radar looks that's entirely red. Commander, we've got multiple storms converging on home base. And no idea how to fight back. Well, you knew that last part. But luckily, I've got... I'm sure there's something here. Pop, got anything? Here we go! In case of an after-hours emergency, contact your 24-hour tech support agent. Wat heeft deze dan? I'd call this an emergency. All right, I found the location. Let's get going. We haar wel voor haar, want zij is toch wat beter. Maar wat is... Oké. Oh, wat is dit? Nou, we kunnen onze banner... doen we de volgende keer. Kunnen jullie zeggen wat we kunnen doen? Oké, en dan kunnen we dit doen. Hier. Nou, en dat doen we de volgende keer. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Weer een keer geüploaden. Laat me weten of wat jullie nog meer willen zien. Of jullie mijn wat potjes willen zien spelen. Of misschien niet. Of misschien meer van dit. En als je de video leuk vond, laat dan een like achter. En als je hem niet leuk vond, dislike. Oké, tot de volgende keer.